Deze nieuwsuitzending is in een traditie. Ja. Dit is de jaarlijkse Marianne Vaatstra uitzending. Het is nu zaterdag 1 mei, 1 uur 's middags. En op. Maar dat was dacht ik ook een zaterdag. 1 mei 1999. Dat dacht ik ook een zaterdag. Ja, zou dat kunnen? Ja, het kan wel. 21 jaar later, of zoiets. Hè? Maar op die dag, zaterdag 1 mei 1999, is het stoffelijk overschot van Marianne Vaatstra gevonden bij een meiboom. In een weiland. Aan de Koningsweg. In het noorden. In Friesland. Dat stukje van Friesland, dat heet Zwaag-Westeinde. Oftewel Westend. En ja, maar het is het Westend dan van Groningen. Ja? Niet van Friesland. Een zwaag Westeinde, dat ligt in Friesland. Aan de oostkant. Ja, dat soort problemen heb je hier in Nederland. Bij in Arnhem ook, met Oosterbeek. Dat ligt ten westen van Arnhem. En Westervoort, dat ligt ten oosten van Arnhem. Dus ja. Het beestje moet een naampje hebben. Hè? En een meiboom, dat is niet een boom in de zin met blaadjes, zo, waar meipruimen aan groeien. Maar dat is een boom en daar hang je dingen aan. Dus een meiboom is zoiets als een paal met een aantal dwarsbalken erop gespijkerd. En aan die dwarsbalken bengelen dan in de zoete avondwind dingen. Dus het is niet echt. Ik heb nog gekeken. Hoe zien de blaadjes van een meiboom eruit? Nou, die zien er helemaal niet uit, want een meiboom is een constructie. Het heeft dan te maken met een of andere viering. En 30 april, dat is de Walpurgisnacht. Ja, maar Piri, dat staat niet op het NOS-journaal. Nee, maar het is wel zo. Er zijn wel meer dingen zo. Zoals dat leuke liedje van Blondie. Die band. En dat Deborah Harry. Dat die dan zingt Denise, Denise. Embrasse-moi. Ce soir of zo. Ja, dat gaat over een godin of een godheid en die heet Dennis. Als de god van de orgieën. Oh, maar zo is Deborah Harry niet. Nee, natuurlijk niet. Er is zo'n zangeres. Ja, dat irriteert het me toch. Dus dat nummer If I Can't Have You. If I Can't Have You. If I Can't Have You. Even kijken, hoe is het ook alweer? Yvonne Elliman heet ze. Die staat op een van mijn dance tracks. En dan wordt zij geïnterviewd. Voordat ze dat liedje gaat zingen, volgens mij. Well, if I can't have you, I don't want nobody, baby. If I can't have you, do, 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 do. I know why. Do I do how I try. I do best for you. Ja, dat liedje dus. En dan heeft Yvonne Elliman gevraagd.
Die heeft dus samengewerkt met de Bee Gees, maar ook met de Rolling Stones en ja, de Beatles, zeg maar. En hadden ze een of ander project gedaan, had ze gedaan met Barry Gibb of zo. En dat was toen voorbij. En toen zei ze, ja, en wat gingen jullie toen verder doen? Of wat gaan jullie verder doen? Nu dat project voorbij is. En toen zei Yvonne Elleman, dat staat op tape, hè? Dat staat op mijn danstrek. Dan zegt Yvonne Elleman, van ja, hij hoort erbij. Dus ja, hij maakt het niet zoveel uit. Want hij is van de club. Ja, en ik niet. Ik ben maar gewoon een zangeressie. Met een mooie stem. Maar een leuke lamp overigens. Nou, er is op deze wereld een elite. Punt. En die elite op deze wereld... Die hebben het oude Nebukadnezariaanse probleem. Namelijk dat het beeld het begeeft bij de enkels. Ja, dat is het verhaal van Daniel. Met die Nebukadnezar was een heerser van Babylon. En die had een nachtmerrie gehad. Dat wil zeggen, hij wist niet meer wat hij gedroomd had. Hij wil er ook helemaal niet aan denken. Hij wil alleen maar weten wat er aan de hand is. Want er is iets aan de hand en dat is helemaal niet goed. En dan roept hij dan zijn priesters, die duurbetaalde jongens met een kaalgeschoren kop. En reken maar dat er ook gecastreerde priesters bij zaten. Dat was vrij normaal, hè, in Babylon, dat mannen door het dingetje even lieten verwijderen. Om tot de heiligheid toe te treden. Ja, dan de eerste priester. Ja, dan kun je me nou, meneer de keizer. Vertelt u het maar, wat heeft u gedroomd? Ja, zei Nebukadnezar. Daar gaat het niet haast om. Jij gaat mij vertellen wat die droom betekent. Want je weet toch alles, klootzak? Ja, maar dan moet je wel vertellen wat je gedroomd hebt. Oké, afgelopen discussie, dood met die man. Huppakee, eerste onthoofden. En dan de volgende priester. Ik zou het wel willen, maar kan je het een klein beetje vertellen wat je gedroomd hebt? Huppakee, weg ermee. En toen waren ze priesters op. Nou, straf je. Ja, ja. En Daniel, die zat er ook. Die was geen priester of zo. Maar dat was niet in dienst. Maar toen verzocht Nebukadnezar, die riep toen een van zijn lakeien. En die zei, breng mij Daniel dan maar. Die stomme jood. Er waren de dagen dat de Hebreeërs in gevangenschap zaten in Babylon. Wat dat leuke liedje van is. By the rivers of Babylon, there we sat down. Jehei, wie wept, when we remembered Zion. They carried us away in captivity, requiring of us a song. But how can we sing the Lord's song in a strange land? Ja, mijn pikkie is allemaal niet waar. Babel heeft wel degelijk bestaan. Maak je maar geen zorgen. En de rivier de Eufraat, die ligt er ook nog steeds. En toen werd Daniel, die kwam dus bij het hof. En die Nebukadnezar, die stelde die vraag ook aan Daniel. En Daniel wist gelijk het antwoord. Ja, ik weet wat jij gedroomd hebt. Jij hebt gedroomd van een heel groot beeld. Van jezelf. Met een kop van goud en een borst van brons en
Een buik van zilver. Wat heb je nog meer? Heupen van koper. Ja, dus vooral die gouden kop. Dat ziet er mooi uit. Dat is echt mooi, is mooi. Dus het hele probleem in jouw droom is, jij hebt ook naar beneden gekeken. En die voeten van het beeld, dat was leem en ijzer. En dat werkt niet. En dat is hem. Dus er is een elite op deze wereld. En ja, die mensen die vliegen heen en weer, die hebben zelfs eigen vliegtuigen. En dan kan jij zeggen, ja, Jon Bon Jovi ook. Ja. En Jon Bon Jovi zat misschien ook al bij de club. Door wie heeft er nou een vliegtuig? Ja, Nigel Farage heeft ook een vliegtuig. Nou, misschien zit Nigel Farage ook wel bij de club. Controlled opposition of zo. En Nigel Farage van de UKIP. Hoe kan je nou een partij UKIP noemen? Nee, misschien dat je gaat zeggen, ja, het is niet zo erg als dat je je voetbalclub NEC noemt. Denk ik, ja, maar dat zijn Nijmegenaren. Daar kan je niet al te veel van verwachten. Maar om nou je club UKIP te noemen. Dat is geen grens, hoor. Maar wie heeft er nou een vliegtuig? Ja. Oh, jij hebt geen vliegtuig, ik heb geen vliegtuig, mijn moeder heeft geen vliegtuig, mijn oom heeft geen vliegtuig, mijn dochter heeft geen vliegtuig. En de hond van mijn bovenbuurvrouw heeft ook geen vliegtuig. In mijn omgeving heeft niemand een vliegtuig. Ja, maar wel als je omhoog kijkt, zie je altijd van die strepen lopen. Dan denk je, ja, is nu weer iedereen op vakantie? Ja, wat loopt er allemaal naar boven en naar rond te vliegen? Wat hebben ze elkaar allemaal te melden? Dus als je wil weten van de conspiracy, ja, dan moet je omhoog kijken naar al die vliegtuigsporen. Dan snap je hem wel. Wat dacht je dat het waren? Vrachtvliegtuigen? Nee, sukkel. Ja, er moeten nou ook hoog nodig, moeten er high-tech materialen vanuit Wuhan gevlogen worden naar Houston, Texas. Voor maanlandinginspectie. Ja, natuurlijk, joh. Ben jij ook gisteren geboren? Oh, vandaar. Ja, die elite is er. En die hebben Marianne Vaanstra omgelegd. En dat is het. Nou, Piri, is wel kort. Heb je echt niet meer te vertellen? Jawel, jawel. Maar dat is het. Dat is hoe die mensen zijn. Die leggen een van onze kinderen om. Marianne Vaanstra was 16. Nou, een mens is volwassen bij 4 keer 7, 28 jaren. Dus ze was maar qua volwassenheid op 60% of zo. Ja. Nou, die leggen ze even om. En dan ook nog gaan ze in de rechtszaal even erbij stilstaan. Dat ze echt ook wel anaal gepakt is, hoor. Ja, in de bibs. Ja. En haar keel was doorgesneden met een mes. En dat was waarschijnlijk dit merk. Dus als je dan mensen ziet lopen met een mes van dat merk. Dat is een herder, heet dat. En je... Dit is die Klen, die heeft de Marianne Vaanstra gekeeld. Nou ja. Dat stoffelijk overschot van Marianne Vaanstra, daar heb ik een foto van gezien. Een hele onduidelijke foto.
En wat je ziet is de blote billen. En je ziet haar benen. En je kan zien dat die mevrouw... Ja, die had stevige benen. Wist je dat een vrouw zwakker is dan een man? Voor zover het gaat om haar bovenlichaamspieren. Maar de spieren van het onderlichaam van een vrouw, die zijn net zo sterk als de spieren van het onderlichaam van een man. En dan hoef je maar te kijken naar die benen. Nou, je kan het nou niet meer zien, maar... Ik vind het niet eens echt aantrekkelijk of zo. Ik denk, jeetje, wat een kickforce benen, man. Ja, ik heb liever een beetje een tenger vrouwtje. Dat is echt zo eentje denk van, oh. Nou, er komt er één binnen, hoor. Een behoorlijke... niet dik, maar ja, maf. Nee, gespierd. Dat is wat ik zag. Ja, ik kan net zo goed in bed gaan liggen met Arnold Schwarzenegger. Zwarte. Je mag geen neger zeggen. Dus, dat hoort niet meer. En neger, dat komt uit het Latijn. En in het Latijn spreekt men van niger. Als men het heeft over zwart. Ja, zulke soort benen. Dus, ja, niet zo erg, maar bij wijze van spreken. Arnold Schwarzenegger, die is ook van de binnenkant. Die zit in de club. Koning Willem-Alexander ook. Maxima ook. Jorge Mario Bergoglio ook. Hugo de Jonge ook. En Wiebren van Haga, die zit de hele tijd te stotteren. Die zegt, ja, maar ik hou me toch aan de regels. En ik snap er nou niks meer van, hoor. Maar ik heb toch gewoon... En gaat Wiebren van Haga nog even zijn bril afzetten? Ja, maar mevrouw de voorzitter... ik wil alleen maar even zeggen dat ik... Ik ben wel van de FVD. Ik denk niet dat Wiebren van Haga in de gaten heeft waar hij aan het participeren is. Ik denk dat Wiebren van Haga typisch zo'n politicus is die het liever niet meer heeft over de zaak Marianne Vaanstra. Want dat is te lang geleden. Kijk, de Holocaust. Dat was langer geleden. En de zwarte slavernij. Kijk, dat was langer geleden. Snap je? De vrouwenonderdrukking. En dat mensen met een afwijkend of een opvallend seksleven. Een sodomiet. Ja, dat die vervolgd worden. Ja, dat is langer geleden dan Marianne Vaanstra, snap je? Dus dat is een stukje belangrijker, lijkt mij. En Marianne Vaanstra op zich. Ja, dit is al zo lang geleden. Moet ik het daar nog over hebben? Er zijn nu actuelere problemen. Ja, natuurlijk, ja. Ja, schijt toch allemaal in je eigen boerenpet. Kijk, het is een bevrijding om te accepteren dat we reddeloos verloren zijn. Zoals die band BAP uit Berlijn met het nummer Kristallnacht in B-mineur. Keine Zorro. Kümmert sich darum. Er pist höchstens ein Z in der Schnee. Jawohl. Kristallnacht. Geen sorrow komt je redden. Die heeft andere dingen aan zijn kop. Hij is momenteel een zet aan het pissen
in de sneeuw. En zoals Frank Zappa zei, don't eat yellow snow. En dat is werkelijk bevrijdend als je dat accepteert. En dat je de lulligheid ziet van al die mensen die geloven in bevrijding en hopen. En dat je denkt, wil je nog een kopje thee? Of wil je nu al aan de rum? Ja, het is pas 22:30, maar... Ja, een klein rummetje. Zo'n klein flesje, zo'n 0,5 liter. Niet in 1 keer opdrinken, want dan krijg je de hik. Het is die discussie over evolutie en revolutie. Ja, ik ben een evolutionist. Puur sang, hoor. Ik hou helemaal niet van revolutie. Dat is gevaarlijk. Je weet niet wat je aanricht. Ik ben een evolutionist. Ik zie de ontwikkeling. En het is niet zo dat ik een hekel heb aan de dood. Zo, daar gaat het me niet om. Maar het lijkt mij niet nodig. In mijn geval. In het kader van het grotere geheel. Gewoon niet nodig. En vandaag liep ik... Ik heb mijn ronde gedaan als buurtconciërge. Een leuke baan, man. En mensen die dan zo neerkijken. Wat moet hier? Wat moet hier? Het is weekend. Ja, ik doe gewoon mijn ronde. Patrouille lopen. En foto's maken. Dan was ik daarmee klaar. En nog even bij de Hubo geweest voor een kraanaansluiting voor mijn tuindingerskamer. 17 valse euro's afgepiept. Ja, dat geld is toch niet van mij, dus je kan ook niet zeggen dat ik gestolen heb. Het is helemaal mijn geld niet. Maar van die stukjes plastic gehaald. En een paar liter bier. En wat wiet. En dan loop ik zo lekker terug. En dan kom ik langs het Oranje Koffiehuis. En dan zit daar Piet. Dat was een hele mooie man. Als ik een vrouw was. Dan zou ik zeggen, doe mij maar Piet. Hij is echt zo'n vent. Er ging een tijdje niet zo goed met hem. Ja. Sprak ik hem. 2 jaar geleden of zo. Ik zei, hoe gaat het met jou? Hij zei, het gaat goed. Ik zit nou bij een... wat is het nou? Slopen. Ja, ik ben nou bij het slopen. Gewoon lekker slopen. Ja, wat leuk. Ja, zei hij. En wat ook heel leuk is, hè? Allemaal Hollandse jongens. Ze laat ons maar slopen. Geen buitenlanders erbij. Helemaal gehad met die lui. Gewoon all Dutch team. Wij slopen en drinken bier. Die heeft ook zo'n drama. Met zijn, hetzelfde als ik. Zo'n eigenwijze vrouw. Zo'n seksmonster of zo. Een calculerende vrouw. Vroeger had je Pim Fortuyn met de calculerende burger. Nou, je hebt tegenwoordig de calculerende vrouw. Dus hij heeft ook zo'n calculerende vrouw gehad. Ja, ik ook. Ja, daar raak je financieel van onthecht. Ja,
Nou, ik zeg alleen maar tegen Pieter weer mijn vingertje op. Niet eens wat gezegd. Maar hij zag me wel. Hij liep er even door. Aan de andere kant van het terras, een heel klein terrasje. Er zat Hoeka. En die heet natuurlijk niet zo. Maar zo noemt iedereen hem. En ik vroeg van, hoe gaat het er zo? Ik zei, nou man, lekker. Ik heb net weer gewerkt. Hij zei, werken. Hoezo werken? Dan moet je niet pikken, man. En je meldt je maar ziek. Ik zeg, ga er weg. Ik heb een hartstikke leuk team. Oh, zei hij. Oh, sorry. Oh, nee, maar zo bedoelde ik het niet. Ik zei, nee man, ik lach me kapot. Daadwerkelijk. Ik heb het heel erg naar mijn zin. Het is overzichtelijk werk. En dan kan ik goed nadenken over... Ja, hoe het nou moet met het begrip database. Ja. Met de philosophy of information. En de karakteristicus universalis. De universele taal. Uiteindelijk spreken wij allemaal hetzelfde. En wij houden onszelf voor de gek door te zeggen dat de ene Frans spreekt en de ander Engels. Maar ja, dat kan je zo niet zeggen, want het was in het Frans dat hij het zei. En in het Frans betekende dat wat anders. En dan krijg je dat soort discussies. Dat moet je helemaal niet hebben. Papa fumé un piep. Mama pipé papa. Maar dat mag niet meer, want het is een rookverbod of zo. Ik wil niet grappig zijn. Er is helemaal geen reden om grappig te zijn. Maar ik denk niet dat Marjane Vaastra het posthum erg vindt dat ik een grapje maak. Terwijl ik haar heen ga herdenk. Door het allerergste wat Marjane Vaastra kan overkomen, ja, in retrospect. Wat is het dat we helemaal niet meer aan haar denken? En wat er gebeurd is. Want wat is er nou gebeurd? Marjane Vaastra die was 16. En ze had twee broers. En die waren ouder dan zij. Als ik het wel heb. En er was een feestje in... Pak even Google Maps erbij, hoor. Alles heb ik tegen. En dan Maps. Google. Perry, weet je dat inmiddels niet allemaal uit je hoofd? Ja, dat weet ik wel. Maar je hebt ook Maps.google. Zwaag Westeinde. Daar moeten we eventjes mee doen. Eventjes aanzoomen. Mien. Heb je hier Zwaagwesteinde en dan heb je... Ja, Kollum. In Kollum, daar was Koninginnedag. En dat is ruwweg... Ja, hemelsbreed is het... 5 kilometer, 6 kilometer of zo. Maar als je het helemaal gaat fietsen, is het ongeveer 10 kilometer. Linksaf, rechtsaf. In Kollum, daar was de big party. En toen heeft haar broer, die heeft haar 's middags of aan het begin van de avond naar Kollum gebracht.
En die moeder, dat is Maaike, die was in de stellige overtuiging dat ja, een van haar zoons haar dochter naar Kollen bracht en dat Marianne Vaatstra met de regiotaxi naar huis zou komen. Want dat was wel vaker gebeurd. Nou, daar is op zich niks geks mee. Toen mijn dochter 12, 13 werd. 12 werd het. Dan was het heel anders. Toen ben ik ook gestopt met voorlezen. En toen wilden ze 's avonds de deur uit. Ja, dat mocht altijd van mij. Ik weet nog in die dagen dat ik aan haar vroeg van... Goh, mag je van Wernanda, dus haar moeder... mag je daar ook 's avonds van naar buiten? En zij zei nee. Nee, niet zo vaak als bij jou. En ik hoorde zoiets van, ja kijk, het is dus zo, we maken afspraken. En dan wanneer we naar buiten gaan, en dan in mijn agenda staat dan altijd dat ik dan zeg, ja, dan ben ik bij mijn vader en dan kan ik naar buiten. En dan ben ik bij mijn moeder en dan kan ik niet naar buiten. Nou, die moeder die dacht van, nou, er is allemaal niks aan de hand. Het meisje gaat naar de disco en komt met de regiotaxi thuis. Ja, en ze is helemaal nooit met de regiotaxi thuis gekomen. En zij had een vriendje. En die zou er ook zijn. Ja. Nou, een heel mistig verhaal. En een vriendje, die was er, hè? Heeft hij ook verteld tegen de politie van ja, ik was in Kollum en Marianne Vaatstra die kwam en ja, dit en dat, zus en zo. En er was dus ook nog een vriendje van het vriendje bij. Er zijn die twee clowns, die zijn in plaats dat ze een tientje geleend hadden bij de snackbar. Waar dan ook maar. Ja, als je poen op is, ja, het is een beetje vervelend. Je kan ook nog even bellen of zo. Ja. En daar in Friesland, jongen, je denkt toch echt niet dat die meneer van de regiotaxi niet even iemand laat meerijden op rekening. Hey. Ja, ik heb geen geld, maar ik moet wel naar huis. En ja, dit is mijn paspoort. En iedereen kent elkaar daar. Oh, niet echt, maar... Maar wel veel mensen. Nee, die twee clowns, die zijn ook nog op een fiets met een lekke band ook nog, een of andere toestand, zijn ze vanuit Kollum helemaal naar het zuiden gefietst. Maar Zwaag-Westeinde ligt naar het westen. Dus je moet niet naar het zuiden, je moet naar het westen. Daar gingen ze in buitenpost een fiets stelen voor Marianne Vaatstra. Zodat Marianne Vaatstra in de eentje van buitenpost wel naar Zwaag-Westeinde zou kunnen fietsen. Met die stevige benen van haar. En dat allemaal om 1 uur 's nachts. Dat geloof je zelf toch niet? En dat gebeurt dan gewoon maar in Nederland. En iedereen vindt dat normaal. En het is niet normaal. Het is buiten normaal. En om het nog gekker te maken. Die twee clowns, die zijn nog een stukje opgefietst. En toen vonden ze het genoeg geweest. Ja, vind je het gek? Je hebt de hele koningin de dag, heb je lekker lopen chansen, zo. Biertje gedronken. En nou je meisje nog helemaal naar huis brengen. Ja, kom op zeg. Hey. Dus, er zijn grenzen aan de hoffelijkheid.
En het had allemaal goed gegaan. Er was op zich niks aan de hand. Gewoon een meisje van 16, die laat je midden in de nacht. Hè? 12 uur, 1 uur, 1:30, zeg het maar. Laat je eventjes 10 kilometer gaan fietsen naar Zwaagwesteinde. En dan gaan we zelf lekker op tijd in bed liggen. Zodat die jokertjes, die lagen eerder in bed dan Marianne Waastra. Nou, dat hebben we gehad. En het was allemaal goed gegaan. Maar ja, er was die boeren. En er was die boeren. Waar kwam die boer vandaan? Die kwam uit Veenklooster. Ja, er was die boer uit Veenklooster. Ja, als die gozer nou maar niet... Maar dat was een seksbelusteling. Toen heeft die seksbelusteling uit Veenklooster... die heeft dan dat gezien en die zag dus dat wij Marianne Vaastra in er eentje niet te fietsen. En die dacht, nou... Dat kippetje is van mij. You kip. Army. Do bist van mij. Van do, re, mi, fa, so, la, di, do. Do bist van mij. Ja, natuurlijk. Dat is een scam, jongen. Als je hier aan gaat trekken. Ja, dat willen we niet geloven, hè? Nee, hè? Nee. Dat zien wij liever niet onder ogen, hè? Nee, wij zijn liever stommie-stommie, hè? Wij zien ze liever vliegen. Dat is het. Er is geen samenzwering, nooit geweest. En het, dat stond namelijk in de Bijbel. Er was Jesaja die het erover had. Van vervloekt zijn de samenzweerders. Ja, Jesaja was een idioot. Ja, natuurlijk, joh. En trouwens, Piggy, dat staat er helemaal niet. Het staat er wel. Woe unto them who seek deep and hide their counsel from the Lord. En als je het erover hebt, ben je een wappie. Laat naar stof, ja. En er zijn die twee vriendjes. Die zijn verhoord door de politie. Gezamenlijk. Dat is niet volgens protocol. Die hoorden apart verhoord moeten worden zijn geweest. Het heeft geen enkele zin om twee personen gezamenlijk te gaan verhoren. Van nou, jullie waren met z'n tweeën en wat is er gebeurd? En dan gaat die ene wat zeggen en dan gaat die ander daar wat aan toevoegen. En dan ga je die andere een vraag stellen en dan gaat die ene weer wat aan toevoegen. En dan ga je twee mensen tegelijkertijd verhoren. Waar ben je mee bezig? Dat doe je helemaal nooit. Je gaat niet aan een groep vragen, wat is er volgens jullie gebeurd? Je kan het aan een groep vragen en daarvoor ga je ieder individu van die groep in afzondering met twee mensen, minimaal, verhoren. En de getuigenverslagen... opnoteren. En dat is niet gebeurd. Nee, Flipke en Sipke, die twee clowns, die zijn gezamenlijk verhoord. En dat verhaal, ja, het kan wel.
Ja, op zich, zoiets moet kunnen. Ja, besef het even. En jij kan zeggen van ja, maar Janne Vaanstra was een geile slet en die vroeg erom. En dat denken denk ik de meeste mensen. Maar Janne Vaanstra was een geile slet en ja, dan krijg je dat soort dingen. Ja, moet je ook maar geen fietsen stelen. Ze is wel anaal verkracht. Want ik denk niet dat een meisje van 16... kijken we wat ouder iemand die... Ik heb ook zo'n vriendin gehad en toen 22, 23 en die zei van nou... Ik wil het wel een keer proberen. Hoe het nou is. Ik zei, nou oké dan. Ja, dat is met je vaste vriendin. En dat doe je toch niet als je 16 bent. Je gaat toch niet op je 16e anale seks gaan doen. Dan ben je bezig, man. Als wens of zo, hè? Stop hem in mijn nauwe gaatje. Waarom? Hé, hey, ja, verdorie, het gaat over Marianne Vaanstra. Hè? Maar als je aan de seks begint, hè? Toen ik 16 was, ik wist niet eens waar de clitoris verhuisde. Waar zit het ding? Iedereen heeft het erover, maar waar ligt hij? En dat hij dan in dat voorgat past, dat is al een hele belevenis. En heb je dat een aantal jaren gedaan, dan denk je van nou, goed, dan een keertje aanhaal of zo. Ja, ik ben er helemaal niet op tegen. Het geeft ook een bepaalde sensatie. Maar als 16-jarig meisje dat je naar Colm gaat en dat je daar zegt, oh, I'm so horny, take me in the ass. En dat kan natuurlijk niet, hè. Nee, maar dat klopt ook wel, want ze is gepakt door die boer uit Veenklooster. Ja, nee, ze is verkracht. En de keel is doorgesneden. En waar haar stoffelijk overschot is gevonden, daar is geen bloed gevonden. Dus het stoffelijk overschot van Marianne Vaanstra is gedumpt bij dat weiland, bij die meiboom aan de Koningsweg. Gedumpt. Met voorbedachte raden. Dat is er aan de hand. Maar jij kan op je kop gaan staan. Dan zeggen we, nou, het was niet zo. Want de politie is je beste vriend. Ja, ja. Nee, natuurlijk. Wappie. Ja, Perrie, hè? Kijk, mijn buren, ja, die vertrouw ik niet helemaal. Ik vind toch rare dingen, want ze zijn dan Ramadaniaan. Maar dan denk je van, nou, ze doen Ramadanieren. Toch hoor ik, dan denk ik van, ja. En dan kijk ik, denk ik van, ja, volgens mij zag ik toch wel een van die Ramadanianen toch een glaasje water drinken. En ik keek toch op de klok. Ik denk, ja, het is 9:50. Hé? Wat doe je aan het water? Dat mag helemaal niet. Oh, en dan denk ik ook, nou, straks gaan ze bommen gooien. Kijk, mijn buren, en heb ik wel toch, nou, dat is ook logisch, want ze kunnen ook geen Nederlands. En ik zelf kan het ook niet heel goed, maar ik kom er ook helemaal niet uit. Ik ben zelf ook zo gek als een deur, maar mijn buren, daar heb ik wel vraagtekens bij. Maar de overheid, hè? Kijk, daar trek ik een grens. De overheid is onvoorwaardelijk te vertrouwen. En ze hoort dat te zijn. Ja, en Marianne Vaanstra is anaal verkracht. Het is een behoorlijk feestje geweest.
Zo. Ja, die is op de grill gegaan, hoor. En die... En daar zijn filmopnames van gemaakt. Dat kan niet anders. Anders kom je daar niet meer weg. Want je moet een hele hoop mensen omkopen. Of chanteren, of whatever. Dat kost allemaal geld. Je kan zeggen, ja, chanteren dat is goedkoper dan omkopen. Ja, maar chantagepraktijken, dat kost ook geld. Het hele leven is een kwestie van debet en krediet. De kosten, die gaan vooraf aan de baten. En de baten waren, naar mijn mening... een aantal personen hebben het mogen doen. Die hebben Marianne Vaatstra mogen pakken... Waarschijnlijk met meerdere, denk ik. Nou, die hebben ervoor betaald. Nou, de rest van de crew, ja, die kreeg betaald. En toen kwamen de inkomsten van de verkoop van het materiaal. Het filmmateriaal. En dan kan je zien hoe Marianne Vaatstra haar keel wordt doorgesneden. En controleren of dat een herdermes was. Of gewoon maar een breekmesje. Zo'n boxcutter. Die Osama Bin Laden heeft laten gebruiken om die vliegtuigen te kapen. Om de oorlog tegen het terrorisme te laten starten. Wij zijn allemaal hopeloos verloren en het is een grote bevrijding om dat te accepteren. De bevrijding zit hem in het accepteren van de soepzooi. Dat is bevrijdend. De rest, daar heb je helemaal niks aan. Ik ga zo dadelijk lekker een wandelingetje maken. En 10 pakjes tabak kopen. Of 5 of zo. Even mijn bankrekening checken. Ik ben tegenwoordig zo rijk, zeg maar belachelijk. Nou, vroeger had ik meer geld, maar dan moest je heel veel boekhouding doen. Ach nee, echt waar, joh. Oké. 1000. Right. Ja, dan heb ik dus genoeg geld. Ja. En mijn spaarrekening is 5300 nog wat. Ja. Kijk, heb ik nog 1000 tot en met. Ja, en mijn huur moet er nog af. Maar ja, ik heb ook niet zoveel huur. Dat is ook maar 400. Dan heb ik nog 600 over. Nou, want je zorgkosten moeten er nog vanaf. En die zijn iets te hoog. Dat heb ik ook ontdekt. Hè? Dat heb ik met zorgkosten, ziektedingenverzekering omlaag geschroefd. Oh, dat is eventjes vergeten door te verwerken. Ja, het is nog steeds hetzelfde. Ja, u heeft waarschijnlijk iets niet goed gedaan. Ja, natuurlijk, ja. En de pauze, die woont tegenwoordig in Italië, dacht ik. Rome of zo. Kijk, terug naar Marianne Vaatstra. Want die tabakswinkel die is nog wel even open.
Marianne Vaatstra is ergens rondom 30 april, 1 mei, toen de zon niet scheen, overleden. En die hele zaak, de rechtszaak, alles, het is niet om aan te zien. Ik kreeg een heel mooi commentaar. Van reactie, of een comment, hoe heet dat? Even erbij pakken. Comments. Dit gaat over, dus een commentaar op mijn uitzending en die heet Over Marianne Vaatstra nummer 1. En het commentaar is van Boelo Vis. Dat luidt: God Almachtig, ik ben maar gestopt met het bekijken van de filmpjes. Wat is dit duivels slecht opgesteld? Niveau eerste jaar VBO autotechniek. Verder prachtige analyses. Ga zo door. Hey, Boelo Vissen, als je hier naar luistert. Je hebt een biertje van mij te goed. Frikandelletje erbij. Ik ga je niet vertellen wat er in die frikandel zit. Want dat hoeft helemaal niet volgens Hugo de Jonge. Maar het is wel lekker hoor. Biertje, frikandelletje. Ijsje erbij. Ik vind het ook wel lekker. De mensen denken, frikandel speciaal. Joh, daar ben je ermee. Want je weet toch niet wat erin zit. Maar ik denk, ja, je kan ook kiezen. Met mijn dochter had ik het ook afgesproken. Van, ja, je krijgt frikandel, of we eten frikandel en jij mag kiezen. Dus met, gaan we tomaat of pinda? Frikandelletje oorlog, frikandelletje speciaal. Dat is ook wel leuk. Op Haken 22, frikandellenvrijdag. Gewoon alleen maar frikandellen bakken. Gewoon geen gezeik. Kies je eigen frikandel. Frikandel met salade is ook lekker. En een frikandel oorlog. Een hele simpele oplossing. Is toch geniaal. Dan smeer je, dan heb je die frikandel. Moet je even frituren. En dan snij je hem open. Dat hoort. Dat hoort. Hè? We gaan niet een eenvoudig frikandelletje. Nee, we snijden hem open. Dat is speciaal, heb je. Open gesneden frikandel. En heb je een nou, ik neem dan zelf ja, normaal pindakaas. Terug naar het nieuwe normaal. Gewoon normaal pindakaas. En dan smeer je gewoon heel laag pindakaas. Is die frikandel nog tering heet. Maar dan gaat het lekker een beetje smelten. Zo. En dan mayonaise eroverheen. En dan een heel klein uitje, een heel klein gesnipperd uitje. Jeep, lekker jongen. En dan zoeken naar die verhoudingen. Dus dat je, als je te weinig pindakaas hebt, dan heb je te veel mayonaise. Maar als je te weinig mayonaise hebt, dan heb je te veel pindakaas. En dan kun je zeggen, ja, dan corrigeer ik met de hoeveelheid uitjes. Maar waar ben je mee bezig? Het zoeken van balans, dat begint in de basis. Hoe kwam ik er nou op? Oh ja, het was dus voor Boelo Vis. Het was lekker hoor, bier met een frikandelletje erbij. En goed veel zout natuurlijk. En van het zout krijg je dan dorst. En dan krijg je Heineken. Ik hou niet van Heineken. Maar
Maar ik hou wel van het credo. Want heel veel mensen weten het niet. En die kijken waar. Die denken van, ja, ik heb nylons aan. En ze weten helemaal niet wat ze aan hebben. Ze zeggen maar wat. En ze zeggen, Heineken, dit is een biermerk. Nee. Dit is helemaal geen biermerk. Dat is een credo. Dat is een afkorting. Net als nylon. En nylon is de afkorting New York, London. Nylon. Dat is het nylon. En Heineken, dat is hij en ik nemen elke keer een nieuwe. Ja. Hé, hey, Boelo, weet je nog een beetje kan tanken, maar bij deze. We kunnen er ook simpel doen, dat ik betaal de eerste 10. En ja, en dan maar geen frikandellen of zo. Ja, als je 10 bier op hebt, dan nog frikandel te gaan eten. Ja, dat kan natuurlijk wel. Ik ben gewoon blij met iedere verstandige reactie. Morgen ga ik fijn het weekverslag schrijven. En ik ga onze manager helemaal op de kaart zetten. Dus ik ben de CIO van ons team. De Command Information Officer. En ook een Command Marketing Officer. Of, nee, Command Public Relations. En we hebben een Command Military Officer. Van de harde hand. Die is 25, dus die kan nog vechten. Met die gozer wil je het niet aan de stok hebben. Die maakt je helemaal af. Die tilt je zo open. Ja, hij gooit mij zo door de ramen heen. Doet hij niet, doet hij niet. Nee, doet hij echt niet hoor. Echt niet, doet hij niet. Hij ziet er alleen maar zo uit. En hij heeft een Turkse vriendin. Met een nadruk op vriendin. Ja, je hebt het over Marianne Vaastra. Maar ze vindt het even niet erg dat ik hier zo over spreek. Dat zit allemaal kasi-kasi. Er zijn dingen fout gegaan. En wij weten niet welke dingen. Dat is alles. Immanuel Kant die heeft dat mooie woord. Hè? Dat in het Nederlands is het rond... Tasten in het duister. Maar in het duister is het een rondtrempelen of zo. Rondtrempelen in duister of zo. Dat is Immanuel Kant. Het voorwoord bij de tweede editie van de Kritiek der Reinen Vernunft. Ja, dat ook even met. Maar zo zijn wij. Wij weten helemaal niet wat er aan de hand is. En dat houden ze voor ons verborgen. En dan kan jij denken, ja, maar ze zijn dingen aan het doen, hè. En dan weten we niet wat er aan de hand is. En het is allemaal geheim. En het speelt zich af achter de schermen. En dan moeten we wat aan doen. Ja, daar moet je helemaal niks aan doen.
Het laatste wat je eraan moet doen, is dat je er wat aan moet gaan doen. Want die mensen doen helemaal niks. Ja, maar die vliegtuigsporen, straks gaan we allemaal dood. Ja, dat zeiden ze ook van de corona. En de Spaanse griep. En de pest. We zijn er nog steeds. De Spaanse inquisitie hebben we ook overleefd. Het zijn een stelletje slappe homo's. Gewoon mietjes zijn het. Lopen ze te sproeien. Ze doen het, hè? Ze sproeien, hè? Ze zijn het aan het doen. Dat heet geoengineering. Dat doen ze. En je hebt er last van. Oh, wat vervelend voor je. En wil je erover praten? Dat kan natuurlijk, hoor. Een luisterend oor. En op welke manier heb je last van die chemtrails? Behalve dat niemand je gelooft als je er weer eens een foto van maakt. Dat is het enige waar je last van hebt. Ik weet nog een keer. Dit gaat over Marianne Vaatstra. Hè? Maar ik weet nog een keer dat ik voor mijn werk, en we waren ons kantoor kwijt, en maar dat maakt ook allemaal niet uit. Het werk gaat door. En ik was bij een vennoot thuis geweest. Ja, kantoor was weg. En ik stond te wachten bij de bushalte in Almere. En ik kijk omhoog naar die lucht en ik zie al die strepen. En ik krijg nou de takken. Ergens klopt er iets niet, hè? Dat zijn geen condensation trails. Condensatiesporen. Dat is niet zo. Dat is heel ander spul. Dus ik zat er te kijken. Ik stond te wachten op zo'n buslijndienst. In Almere hebben ze van die busbanen. Het was lekker weer, een mooie blauwe lucht. Ja, en allemaal van die witte strepen er doorheen. En er was een brutaal gozertje uit de Antillen of zo. Je weet in Almere echt niet waar mensen vandaan komen, hoor. Die kunnen net zo goed uit Syrië komen. Hé, hey man, ben je gek geworden? Ik zei, nee, ik zit te kijken naar die strepen. Oh, wat is er mee? Ik zei, nou, mag ik omhoog kijken of mag dat hier niet? Ja, als het hier niet mag, moet je het zeggen, hoor. En er ontstond een hele discussie. En er kwamen andere kinderen uit de buurt, die hadden ook allemaal niks te doen. En die kwamen ook allemaal van, oh, 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 er is een gel, er is een gel. En toen ging er een meisje, die ging midden op de busbaan staan. En die ging mij wat vragen stellen. En er was zo'n vraag van de zon, iets over de zon. Hè. Dat hebben ze echt tegen haar, weet jij. Wat zit er onder je voeten? Ja, zei ze. Asfalt. Dat is de busbaan in Almere. En ja, wat zit er daaronder dan? Ja, aarde. Zei ze. Zand. Zo, ja, en daaronder dan? En toen wisten het niet meer. Zo, dat is niet zo mooi, hè? Dat je niet weet wat er onder je voeten zit. En inmiddels, echt een hele kring, hè? En dan was er ook een jongen en die wilde ook wat gaan zeggen. En toen zei een andere jongen, wil je even je mond houden? Zij, die jonge vrouw, 14 of zo. Nog iets jonger. Zij krijgt les. Dus we zitten hier even in de klas. Dus als je even je bek houdt. Want zij krijgt les en wij luisteren mee.
dacht ik ook, gaan we zo beginnen. En toen zei ik tegen haar, nou, maak je geen zorgen. Het binnenste van de aarde, dat is vuur. En soms komt het naar buiten met een vulkaanuitbarsting. Maar dat zit er onder je voeten. Dat is vuur. En toen zei dat meisje, oké, nu vind ik het eng worden. En toen kwam de bus. Doei, kindjes. Ja, kom op. En die smeerlappen die dat gedaan hebben met Marianne Vaanstra. Romeinen 12, vers 19. Dat is een kriddel. Lieve lievelingen, wraken, wraak is mij. En serieus hoor, als er gewroken moet worden, dan moet je dat aan mij overlaten. In dit praktische geval dat ik nog leef. Maar voor de rest moet je jezelf niet wreken. Laat dat maar over aan. Ja. Aan idioten zoals ik. Want ik heb het gedaan. Ik weet ook hoe het moet. En dat is. Nee, dat zou ik helemaal niet doen. Dat raad ik af. Dat is gevaarlijk. Ja, ik heb het gedaan en ik sta te popelen om het nog een keer te doen. Ik weet wat ik doe. En niet dat jij dat ik zeg dat jij dom bent. Ofzo. Niet zien als een belediging. Maar weet dat. Dat doe je dus niet zomaar. Dat kost heel veel voorbereiding. En heel veel bidden. En angsten, daar moet je ook tegen kunnen. Dat is heel eng om te wreken. Dat is echt heel eng. Sommige mensen gaan naar een horrorfilm, hè? Om in hun broek te schijten van angst. Wat je ook kan doen, is dat jij jezelf gaat wreken. Of dat jij de wraak bent. I am vengeance. Ja, dat is. The harder they come, the harder they fall. Je moet er echt mee oppassen. Ik wil echt niet doen. Laat dat maar over aan mij. Maar ik heb het een aantal keer gedaan. Nou, oefening baart kunst. Ik kan mij wreken. Maar ik ga niet vertellen hoe je dat moet doen. Dan ga jij het ook denken. Dan ga je het ook doen. Dat moet je niet doen. Het enige dat je hoeft te onthouden is dat als je ooit zo ver komt als ik toen. En dat je denkt, nou is het afgelopen. Ja, dan weet dan dat toen ik dacht, nou is het afgelopen. En toen was het afgelopen. Dus het kan wel. Het is niet gratis. Zoals de Traveling Wilburys zongen. It takes a long, dinges a long, a whole lot of money. And a whole lot of time. Ja, beter doe je het maar niet.
Beter laat je het maar gaan. Geef je kinderen te eten. Lichamelijk en geestelijk. Geef je kinderen dingen die die kinderen kunnen verteren. En nu denk ik dan dat die moeder, dus Maaike, ja, die kon niet koken. Ja, dat denk ik dan nu. Of die was er niet mee bezig. Ja, maar Jan en Vaastra is dood. En dan ook nog die gekke numerologische dochter van mij. Die is geboren op 21 december 1999. Van Prins. Party like it is 1999. Ja, precies, want er werd met Janne Vaastra gekend. En mijn dochter verwekt. Mijn dochter is verwekt op 30 april. Daaromtrent. Ja, iets eerder, iets later. Ja, je weet het nooit. Als man doe je zo, weet je, spriets, Herman Brood. Maar ja, wanneer een van die ellendelingen arriveert op het eindstation, dat weet je ook niet. Er kan rustig 2000, er kan rustig 48 uur overheen gaan. En dan nog, je weet het niet helemaal precies. Het is een beetje gokje. Maar rondom het heengaan van Marianne Vaastra is mijn dochter tot leven gekomen. En dat arme kind, dat moet 14 mei met mij mee naar HK 22. Naar de zware jongens. HK 22 is een woonlocatie. En daar wonen geen vrouwen. Daar werken wel vrouwen. Ook hele mooie vrouwen, moet ik zeggen. En die er ook. Ja, want ja, dat ik denk van, oh nee. Wat doet zo'n mooie vrouw tussen de zware jongens op HK 22? Die lui die slopen, hè? Geweldig vind ik dat. Echt prachtig. Hele deuren worden eruit geraakt. Ook met die jokers van onderhoud. Ik ga een beetje rommel maken. Maar ik ruim het straks al op. Ik zeg, gozer, stel je niet aan. Ik ben hier van de schoonmaak. Ja, maar we moeten wel. Ik zeg, jongen, ga maar lekker je dingetje doen. Ik ben hier om 13 minuten over 10:30. Volgens schema. Dan maak ik het wel even schoon. Flikker toch op. Alles wordt gesloopt. Heerlijk. En dat... Dat was Adriaan. Dit gaat over Marianne Vaastra. Zij zal waarderen als ze het nog geleefd had of zo. Zoals ze het wel grappig hebben gevonden. Dat ik daar een keer op HK 22, toen ik daar nog schoonmaakte. En er kwam Adriaan bij mij staan. En die zat op zijn praatmomentje.
En dat oude hoe het mij doet. En dat oude hoe het mij doet. Maar je hoort wel leuke dingen. En ja, als hij niet in de weg staat. Ik kan twee dingen tegelijkertijd horen. En ook af en toe moet ik dan tegen hem zeggen. Even wachten, ik ben even bezig. Ja, SVS voorwaarden. Dat moet wel klinisch, hygiënisch schoon. Je mag wel aan mijn kop lopen zeiken. Maar het moet wel even checken. Ik moet even bukken. Sorry, ik kan even niet naar je luisteren. Ik moet even bukken. Ja, daar is schoon, daar is schoon. Oké, en waar waren we? En dan gaan we nu naar de volgende kamer. En hij bij mij shocken. En dan zei hij van ja. Was de Spring Antilliaan. Hele geinige gozer. Op de Antillen, daar is hij geboren. Daar werd gezegd dat hij van de duivel bezeten was. Ja, en dat het allemaal de schuld was van stoute papa, stoute mama. Ja, je bent wel een slecht mens, zeg, als je zo'n idioot baart. En die vrouw die heeft gebruik gemaakt van die immigrantendinges, kolonieregel of zo. Want officieel ben je burger op de Antillen, dus dan mag je naar Nederland toe. En ze dacht, nou, dan neem ik de door de duivel bezeten Antilliaan maar mee naar Nederland. En dan gaan ze hem daar even genezen. Ja, dat kan helemaal niet, want die vent is helemaal niet te verbeteren. Hij is gewoon een prachtige man zoals die is. Daar moet je niks aan doen. Niks aan veranderen. Gewoon zo laten. En dan zei Adriaan tegen mij. Dat is niet Bassie, hè? Maar die nette. Van joh, zeg ook, hè? Als laatst was er gezamenlijk eten op de B-vleugel. En toen heeft dus door de duivel bezeten Antilliaan. Die is toen van tafel opgestaan. En die heeft toen gepoept. Op de grond. Niet op het toilet, hè? Maar op de grond. Gewoon. En iedereen zag het ook. En. Nou, zei hij, ik heb wel geleerd, hè? Dat soort dingen, die kan je hier beter niet doen. Dat zag ik wel. Van, oké, daar ligt duidelijk een grens. En ik zag het zo voor me, wat er gebeurd was. Vieze vreten. Oh. Ja, komt het rust. En die mannen, het is een andere gozer. En dat is een aardmannetje. En had ik gisteren. Had ik popcorn zelf gekocht. Ja, ik barst in de poen. Dus ik kom op een beetje popcorn aan. Dus ik heb een hele stapeldozen bij de Albert Heijn. Het is heel weinig geld. Dus dat is echt belachelijk goedkoop. En popcorn in de magnetron. Ja, die eerste set dat had ik niet goed gedaan. Er zaten zwarte puntjes in. Dat is niet goed. Maar de tweede, die was wel behoorlijk. Dus ik die popcorn uitserveren. En het aardmannetje, dat is me er één, jongen. Die ligt heel graag op de grond. En die smijt met dingen en die gooit met dingen. En dan, oh, jongen. En hij zat op de bank samen met de vrachtwagenchauffeur. En ik kwam die bordjes brengen met die popcorn. En dan netjes serveren, alsof het aristocraten zijn. Misschien belieft u dit. Ja, als u het niet belieft, dan is dat ook goed. Misschien belieft het u. Als het u belieft. Lust dit u.
Kan je ook nog zeggen. Lust dit u? En ik wil ook maar heel weinig tijd. Dus ik zet me die plastic botjes neer. En, die popcorn erop. En lekker. Dus, en er stond roomboter. Eindelijk roomboter. En ik roomboter in een steelpannetje op die stomme inductieplaat. Die boter gesmolten. En die gesmolten boter eroverheen. En een bak, ja, gewoon zout. En dan malen. Had die boter en dat zout. En dan met die popcorn. Dat is lekker, man. En dan komt dat aardmannetje. En dan ben ik zo bezig. Komt hij op me aflopen. En hij is zo'n springkonijn. Hè? En dan heeft hij dat plastic bordje. Met al die popcorntjes. Hè? Geeft hij aan mij terug. Was hij helemaal van de bank omhoog gekomen? Had hij dat bordje gepakt? En gedacht, dat ga ik teruggeven aan Perry. Want het belieft mij niet. En dan denk ik, oh. Kijk, hij had ook dat bord gewoon door de woonkamer kunnen gooien. Maar die wordt die god zo niet. Dan denk je, stomme gozer wel. Een beetje popcorn vreten, gaat er weg. Nee, hij komt dan omhoog. Hij heeft ook al gegooid met mijn laptop, hè. Ja, dat wist hij niet, maar ik wist het wel. Hij heeft ook de stekker van mijn stofzuiger eruit getrokken. Dat weer. Dat vond hij ook zo leuk. Was ik aan het stofzuigen en hij... Ik doe niks. En huppakee, stofzuiger uit. Ja hoor, was meneer het aardmannetje weer. Dan heb ik hem ook een keer heel boos aangekeken. Want hij pretendeert dan, hè, dat hij... Mijn naam is Haas en ik weet nergens van... Want ik kan niet praten. Heb ik ooit wat gezegd dan? Nee, hij heeft helemaal nooit wat gezegd. Dus ik keek hem zo aan. En ik zei tegen hem. Ik weet. Dat jij het was. Die aan mijn kar heeft gezet. Ja, je kan niet tegen hem zeggen. Van hou er mee op. Want dat doet hij toch niet. Je kan wel tegen hem zeggen. Dat jij het weet. Dat hij het was. Ja, en dan kijkt hij ook zo, dat is wel schattig, hè? Dan kijkt hij mij zo aan. En dan, net als een soort poesje of zo, dan... Ja, ja. Ja, iedereen zegt van alles, ja. Ja, homo. Dat is zo leuk werken daar. En dan als je dan... Dat noemen ze interpoleren of extrapoleren. Maar je ziet dus bepaalde gedragingen van mensen. En zo iemand als het aardmannetje en die door de duivel bezetene Antilliaan. En de vrachtwagenchauffeur en Joop Zoetemelk. En Captain 71, dat is er ook eentje. Het zijn mensen. Het zijn geen dieren. Het zijn mensen. En zij stammen niet van de apen af. Dat kan je duidelijk zien. Ze zijn veel aandachtiger, veel expressiever dan een aap. Echt waar, hoor. En echt gevaarlijk. Die lopen door muren heen. Hè? Dat doen apen niet, hoor. Ja, die mensen wel. Had ik met de Groningse herenboer zo'n mooie discussie. En dan zat ik daar aardappels te schillen. En dan moet je 6-7 kilo schillen. Dus daar ben je wel even mee bezig. En hij had mot met Ozzy. Dat mag ik zeggen. Hij Ozzy.
Dat is een Mohammedaan. Komt dat? Ik denk Turkije. Ja. Nee, daar ga ik weer twijfelen aan. En ik hoor nu al mijn dochter zeggen... Zie je wel, je bent niet inclusief. Want je weet niet eens of die uit Turkije... Nee, hij komt wel uit Turkije. Ja. Ja, hij komt uit Turkije. Hij nooit geen tabak, nooit geen alcohol. En hij heeft een Hollandse vrouw. Wat als je nou laatste die... Zei, ik heb helemaal spierpijn. Hij had parket gelegd bij zijn schoonouders. Dat is een potige kerel, hoor. Maar dan moet je even een parket leggen, hè? Ja. Going up, up, up. Going down, down, down. Going up, up, up. Going down, down, down. En dan zie ik dat helemaal zo voor me. En denk ik, oh, wat heb jij een gelukkige vrouw. Hè? Dan kun je zeggen, ja, maar die is een Mohammedaan. En dan komt uit Turkije. En hij heeft Ramadan toestanden. En hij zuipt geen alcohol. En nee, maar hij heeft wel een leuk autootje. Ik zou hem zelf dat autootje. Maar ik heb zo... Ja, ik hou meer van BMW 850. En Opel Senator, ook lekker. Dat is meer van die grote auto's. Volvo 740, vind ik ook lekker. Saab, dat vind ik al, denk ik, ja. Al dat onderhoud. En hij heeft dan een, wat is hij nou? Zo'n Swatch, een Smotch, een Smart. Maar wel leuk. En hij doet het goed. Hè? Dat vind ik erg. Daar heb ik bewondering voor. Rustig, afstandelijk. En persoonlijk informatief. Ja, hij vertelt gewoon wat er aan de hand is. Ja, dit is zo, dat is zo. Ik had ook een keer, dat was dus voor de Ramadan, had ik ook een hutspot, een stamppot. Met name varkensvlees. Ik vind varkensvlees echt wel lekker. Dat vet is erg lekker. En dan een beetje braaien. Dat doen de Indonesiërs ook. Hè. Asterix en Obelix die eten ook. Al die Galliërs. Nou, die vreten allemaal varken. En dat mogen we dan niet meer. Nee, want de Asterix en Obelix die waren tegen de Romeinen. En daarom je mag geen varkens meer eten. Ja, want dan gaat Obelix dood. En dan Asterix van verdriet ook. Ja, als er nog geen Obelix meer is, die met zijn blote handen de varkens gaat halen. Want ik ga even boodschappen doen. Ja, dan ga ik ook maar dood. Ja, dan hebben we Asterix niet meer. Ja, wat heb je dan aan die druïde? Met zijn magetak. Ja. Marianne Vaatstra is niet voor niets gestorven. Dat kan ik je vertellen. Dat was een hele inspirerende dood. En dat blijft zo. Totdat ik doodga. Ik weet wat er gebeurd is. En ik zie het dagelijks om mij heen opbouwen.
zodat het nog een keer kan gaan gebeuren. Er is een pauze. Het is niet zo dat je internet is uitgevallen. Je kan ook even de pauzebutton drukken en wat anders gaan doen. Of even fast forward. Dat is ook een trucje. Als je denkt van het schiet niet op, het schiet niet op, het schiet niet op. Hè? Je hebt een pijltje naar rechts. Probeer het eens even uit. Ja? Bup. Dan heb je 10 seconden verder. Dan heb je gewoon 10 keer achter elkaar. Het ligt eraan hoe snel je computer is. En dan ben je zo een minuut verder. Ik weet nog een keer dat ik... Ja, ik ben ermee gestopt. Dat heeft namelijk geen enkele zin. En er waren discussies in Café de Wacht over de wereldzaken. Zoals Marianne Vaatstra. En dan zit je daar aan de ronde tafel... Gelijke onder gelijke. En dan zeg ik wat. En dan gaat Wim Kruidert aan. Gelijk reageren. Ja, maar dat vind ik zo. Dat soort dingen, daar denk ik ook altijd over na. En heb je ook gehoord van Hunter Biden. En, of zoiets, hè. En in Café de Wacht, daar hangt een hele grote mooie klok. Met een secondewijzer. En dan zit ik te luisteren naar dat gekakel van Wim Kradertaan. Die niet uit zijn woorden kan komen. Die met elke opmerking een vraag stelt. Van hier heb ik een vraag over en daar heb ik een vraag over. En dit zit zo en dan vraag ik me ook af en daar en dit dan. En hoe is dat al opgelost? En dan gaan we door. Terwijl het zo simpel is. Je hebt huis, Lamet. En waarom zeg ik iedere keer Lamet? In plaats van herderstaf. Dat is een Freudiaanse verspreking, denk ik. Bed, Lamet. Huis, herderstaf. Babel. Dat is Hebreeuws. En ik zei nog een keer, dat heb ik een echt wel 5 keer gedaan. Dat ik dacht, nou, laten we discussiëren. En dan wil ik 1 minuut. Zonder onderbreking spreken. 1 minuut. En anders, dan mag je lekker in jezelf gaan spreken. Ga maar lekker praten. Maar ik reageer dan verder niet. Dan ga ik wel luisteren. Nu heb je nog meer te vertellen. Eén café de wacht heb ik aan je jenever bestellen met Cointreau. En toen mocht je misschien nog binnen blowen. Dus we zullen je halen. We hebben 5 keer geprobeerd. En dat kan niet. Ik heb zelfs nog gezegd van nou, dan doen we een nieuwe stelregel. En dat is dat als ik mijn minuut begint en je valt me in de reden, dan krijg ik een nieuwe minuut. Dus 1 minuut dat ik aan het woord ben en dat jij je snater houdt. Nooit gelukt. Dat lukt niet. Dat kan niet bij mensen. Mensen zitten helemaal vol van... Ja, maar ik heb hier nog een vraag over. En, ja, dat zeg je nou wel. Maar, ja, maar... En daar is Marianne Vaatstra kapot aan gegaan. Aan onze idioterie. Ik zal je een verhaal vertellen. Dit gaat over Marianne Vaatstra.
Toen Marianne Vaastra werd vermoeid. Want zo heet dat. Oh, wat leuk. Ik zit al over anderhalf uur heen. Mooi zo. Toen Marianne Vaastra werd vermoord. Toen is mijn dochter verwekt. Dus zij heeft een relatie tot Marianne Vaastra. Dat wordt nog een harde noot voor haar. Het arme kind. Geboren op 21 december 1999 met het nummer van Prince. Party like it is 1999. Toen die gedoodverfde datum van 21 december 2012. Toen werd mijn dochter 13. Na 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 na. Arme kind. Ik ben blij dat ik mijn dochter niet ben. Dat kan ik je garanderen. Dat is geen uitzondering hoor. Dat is in algemeenheid zo. Maar in het bijzonder, omdat ik haar zo goed ken. Ja, verwekt toen Marianne Vaastra werd gekeeld. Haar meest gelukkige moment. Zij is denk ik ook nog necrofiel gepakt. Misschien is ze eerst gekeeld. Dat kan ook. Eerst gekeeld. En toen anaal gepakt. Ja. Dat vind ik wel een prettig idee eigenlijk. Ze, Marianne Vaastra hebben ze dan ontvoerd. Dat is gebeurd. En dan drugs erin of zo. Hè? En dan geinige seks. Dat is ook nog een orgasmaat of zo. En dan kelen. En dan anaal pakken. Ja, laten we hopen. Je moet hem niet voorstellen dat Marianne Vaastra, terwijl ze anaal wordt gepakt en dan begint ze te krijzen. En dat ze aan de haren omhoog wordt getrokken. Hè? En onderwijl heb ze dus een hele dikke paal in de reet. En dat vind ik niet zo'n. Nee. Maar eerst maar kelen. Dan denk ik. Een slash. En dan kan je toch necrofiel pakken. Hè? Er zitten ook necrofielen. Die grapje ook uit Brittannië. Met die sigaren. En die weldadigheidstoestand. Jim will fix it. Die deden ook graag met lijken. Dat laten we hopen dat ze Marianne Vaastra dan genecrofileerd hebben. Hey. Ja, je moet toch niet denken aan de rest. En wij maken ons zorgen over het feit dat Hugo de Jonge met van die rare schoenen loopt. En dokter Fauci. Ja, kijk, het is altijd de vraag. Wat is bezig?
Dat vind ik zo'n goede vraag. Wat is bezig? Weet jij dat? De audio is niet zo goed, maar ik zat te luisteren naar Jiddu Krishnamurti. En die komt met een logisch bewijs dat er niet zoiets is als God. En dit is een pauze. Je internet is niet uitgevallen. Dit is een hekel onderwerp. En als ik ga zeggen dat Jiddu Krishnamurti uit zijn nek lult, dan krijg ik al die volgelingen van Jiddu Krishnamurti over me heen. En dat wil ik helemaal niet. Want ik heb geen zin in gezeik. Nou, straf je. Als je de kracht van het gebed niet kent, ja, dan moet je je kracht gaan kopen. Bij het Shell tankstation. En Shell, net als Heineken, is een credo. Net als nylon. New York, Londen. Dus iedereen draagt nylon van New York en Londen. En al die vrouwen die doen New York en Londen. Ik wil nylons! Ja. Ja, komt dat rustig. En Shell is dus ook zo'n woord. Stinkt hevig en loopt langzaam. En onze koningshuis, die is van stinkt hevig en loopt langzaam. De koninklijke Shell. Ja, maar Piri, dit is een grapje wat je nou maakt. Oh, kan jij erom lachen? Oh. Nee, maar dit is goed. Nee, maar dat is even lekker leuk. En wat nou als het helemaal geen grapje is? Snap je? Die Windsors, die in Engeland zitten, die heette vroeger Saxe-Coburg. Dat zijn Pruisen. En dat verandert zich maar even van naam. Jozef Stalin is helemaal niet geboren Jozef Stalin. Adolf Hitler, die heette Chico Gruber. En Jozef Stalin had een of andere onuitspreekbare naam. Ja, Roosevelt, dat was geramd. Maar over die naam was ook nagedacht. Die mensen worden gekozen. Er worden karakters verzonnen. Ik moet het nog met mijn teamleider. Onze coördinator. Dat is niet onze teamleider, maar onze coördinator.
Wij hebben niet echt een teamleider nodig. Ja, Erik moet CE worden. Command Executive Officer. Dan zijn we er wel uit. Maar met mijn coördinator. Het gaat over Marianne Vaatstra. Kijk, Marianne Vaatstra is dood. En de Nederlandse staat is, onze staat is van de organisatie die Marianne Vaatstra hebben gekild. Het is onvergeeflijk. Wieberen van Haga en Thierry Baudet, die spelen een gevaarlijk spel. Door te heulen met de lui, die het wel best vinden, dat Marianne Vaatstra is gekeeld en dat daar verder niks aan is gedaan. Snap je? En ik ga met Marianne Vaatstra in gedachten als Don Quixote tegen de windmolens in. Dat is poëtisch hoor, die moet je niet letterlijk nemen. Want die hele mythe van Don Quixote, dat komt van de Jezuïeten. Leer mij de Jezuïeten kennen. Stel ik je smeerlappen. Een beetje schijten. In het huis van mijn vader. En zij denken waarschijnlijk dat ik zo'n stomme Jezus ben. Maar dat ben ik niet. Dat is een mooi liedje. You're gonna get what's coming. On the debit that what's coming. Ik denk. Ja, ik weet het niet of het waar is. Hè, maar ik denk dat ik tegen een club van satanisten ben opgelopen. Die daar de boel lopen huis te houden op des koningsjacht. Maffia. Ik ben tegen de maffia aangelopen. Dit wordt een rel. Als mijn vader het wil. Ik wacht maar af. I will bide my time. En die hadden ze niet verwacht. Dat is zo mooi. Dat was ik op een vrijdag. Dat is de wasvrouw. En die is satanistisch. En dan zie je het toneelspel. Maar ze kan niet tegen mij op. Ik kijk op haar neer. En ze krijgt pijn in haar nek om tegen mij omhoog te kijken. Ik denk, jij kleintje. Wat denk je wel niet? Ik weet dat magie werkt. En ik weet ook dat ik altijd alles voor mekaar krijg wat ik wil.
Dus dat jaagt mensen angst aan. Ja, dat weet ik. Ik ben een voertuig of een vliegtuig of zoiets. Een taxichauffeur. Ik kan niet eens piano spelen. Ik neem het leven serieus. En Marianne Vaatstra is niet voor niets gestorven. Morgen moet ik een weekverslag maken voor ons team. De urenverantwoording van ons team doe ik ook. Ze rapporteren. En mijn rapport over Marianne Vaatstra is dat zij niet voor niets is gestorven. Marianne Vaatstra, haar dood was indrukwekkend. Voor de nabestaanden. En belangrijk is dat we haar dood zo goed mogelijk onthouden. Alleen de belangrijke dingen. En niet of ze nou anaal gepakt is voordat ze gekeeld werd. Of dat ze, wat is die lul nou, Jim will fix it, dat ze genecrofileerd is, anaal. Want dat weet men dan niet, hè? Nee. Nee, dat weten we niet. Ja, ik doe even een bierblik open. Dat klinkt als een explosie, gelijk van de Taliban of zo, met Osama Bin Laden. Nee, zo was Osama Bin Laden niet. Dat was er meer. Wat? Kalashnikov. En Nastofje. Het is trouwens. Ja, het is. Ja, het is Kalashnikov. Toch? Wat is het nou? Kalash. Nikov. Ja, ik had toen ooit, ik heb echt veel te veel seks gehad. Dan krijg je al dat contact met die vrouwen en dan krijg je al die intimiteiten. Die kwam uit Servië en die zei, ja, het is niet Kalashnikov. Het is Kalashnikov. Ja. Maar ik heb er al zo'n tijd niet meer gesproken. Dat is ook een regelrechte trut. Maar dus het is Kalashnikov. Niet Kalashnikov. Alblasterwaard. Alblasterwaard. Ook met Winterswijk. Is het nou Winterswijk of Winterswijk? Om dan maar te zwijgen over Enschede. Ook zo'n stom Nederlands. Er staat er verdorie Enschede. Nou is Enschede. Ja. Spreken we hier Engels tegenwoordig in Nederland? Of moeten we iedereen fris gaan leren? En trouwens, het Zwaagwesteinds is een prachtig taal. Zeer gelijk Diets. En Diets is mijn uitvinding. En dat is Nederlands. Maar dan zonder D en T. En zonder werkwoordvervoegingen. En verleden tijd en toekomstige tijd. En onvoltooid verleden tijd en onvoltooid toekomstige tijd. En al die dingen niet. Wist
Wat dan heurt? Dan heurt tol. Zeg wat te zeg is. Niet zwijg. Zeg wat zeg is. Te zeg. Zeg wat te zeg is. Het immers iets zeg. Dat is iets. Dat is einfach. Dat kun je ook opschrijven in het Hebreeuws, denk ik. Heb je allemaal niet. Ja, maar als het gisteren was, dan kan je niet zeggen is. Is vandaag? Was gisteren? Was vandaag? Dat is een vraag, hè? Is gisteren? Gisteren is daar. Gisteren is Piet. Hè? Gisteren is Piet met klomp naar pomp loop. Gisteren is Piet met klomp naar pomp loop. Dat is toch duidelijk? Hey, gisteren is Piet met de klomp naar de pomp gelopen. Want anders ben je aan het liegen. Nee, je moet zeggen, gisteren is Piet met klomp naar pomp loop. Als het waar is natuurlijk. Of je maakt een grapje. Dat kan ook. Maar Marianne Waastra kelen is geen grapje. Dan is het oorlog. En ter afsluiting, ja, ik zou ook een gebed kunnen. Ja, laat eventjes bidden dan, hè? Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam wordt geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in hemel als ook hier op aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en voor de rest houden wij ons bek. Oké, nou, die hebben we gehad, hè? Dus er komt nu een heilig moment. Maar zo. Er is een land. Een heel groot land. Het lijkt groter dan Europa. Dat ligt onder de Middellandse Zee. Wij noemen dat land Afrika. Daar wonen mensen in bossen. Dat is, ja, die hebben de strijd tegen de planten niet. Kijk, wij hierboven, wij hebben plantengebrek. Maar in Afrika heb je dat niet. Hè? Heb je meer dat zo. Dat zijn veel planten. Dus dit, ja. Mijn moeder is van die gedachte. Mijn moeder is van bosman. Bosmens. Daar wonen de bosmensen. Laie donderzee, kappen geen bomen, geen cultivering, een beetje dorpies en zo. Ook geen sociaal systeem en geen waterleidingen. En was daar zo'n dorp in Afrika? En hadden ze ook zo'n bejaardenopvang. En dat was dan dat oude mensen die gaan wonen aan de rand van het dorp. Die kennen niet meer werken, dus er geen geld tussen. Die wonen aan de rand. Ja, dus je hebt geen vrouw, je hebt geen kinderen. Nou, dan ga je maar daar wonen. Er was dus een oude man. En op zijn Latijn heet dat een neger.
Ja, volgens mij doet dat er niet toe. Ik denk wel, als de betreffende man geboren was als albino, dan was hij niet zo oud geworden. Dan was hij afgemaakt. Maar hij had netjes de kleur van het land. Iedereen was zwart. Een neger is Latijn voor zwart. Iedereen was zwart, hij was ook zwart. Dus er was niet echt in die zin niet een huidskleurprobleem. Het enige was, het was een oude man. Ja. En die had helemaal, ja, zijn oude man zonder vrouw. En zijn vrouw was doodgegaan, weet je ook niet. In dit droevige verhaal. Ik gaf hem Marianne Vaanstraat 2021. Oké, terug. Goed bij de les blijven. Niet emotioneel raken. Ja, dit was allemaal negers dus. Van die zwarte. We hebben die... En van die bosjes mensen. En dan zat die gozer, oud ter dagen. En die had een kuikentje gekocht. Hij kon nog een beetje werken. Ik ben een slimme oude man. Ik koop een kuiken. Weet ik veel, hij was een strontdrager of zo. Dus die strontdrager, die had dan van zijn weekloon, had hij een kuiken gekocht. En dan de kuiken, en hij droomde zo van, het wordt een hele grote kip. Allemaal eigen. Ik word een hele rijke man. Want ik heb een kuiken. Mijn eigen kuiken. Een kuiken. Voor mezelf. En dan zit die man op een nacht weer. Dan ligt hij in zijn bed en denkt, wat hoor ik nou? En hij gaat naar zijn raam. Zijn window. Hij gaat naar zijn window. In Afrika hebben ze geen glas of zo, hè? Maar ze hebben wel windows. Dat je door de muur kan kijken. Hij gaat naar zijn kijkgat. Hij gaat naar zijn raam. En hij ziet dat gozers, die zitten, die kip van hem. Met een mannetje of 3, 4, 5. En die pakken die kip en lopen weg. Ah, echt die. Nee, maar dat is mooi. Nee, maar dat is mooi. Nee, maar dat is godverdorie mooi. Dus hij gaat mopperen. En de mensen in het dorp zeggen tegen hem, je moet niet zo zeiken man, dat is maar een kip. We gaan niet zeiken over een kip. Nee, en daarna werd er een geit gejat. En toen ging die man wiens geit was gejat, die ging mopperen. En toen dacht die oude gozer, wat leuk. Kijk, die man van die geit is aan het mopperen, hè? Maar ik heb ook nog wat te mopperen. Die kip van mij. Ik mop er met hem mee, hoor. Mijn kip is gepakt. Zijn geit is gepakt. En er gebeurde helemaal niks, hè. Nou, en toen werd er een vrouw verkracht. En toen het de vader en de familie van die vrouw, die gingen ook mopperen. Maar dat kan niet, hè. Het is allemaal die jongens van het andere dorp. Die hebben die vrouw verkracht, hè. Marianne Vaanstraat, maar alleen in dit mooie verhaal, dit treurige verhaal. Want dat is daarom ook zo'n mooi verhaal. Het is niet echt gebeurd. Hè? Het is een mythe. Die vrouw was dan wel verkracht. En dan moet je me afvragen, was het bingo of was het geen bingo? Ik ben wel verkracht. Iedereen mopperen. En die gozer met die geit, ik ben mijn geit kwijt. En die oude man zei, mag ik even aanhaken? Ik ben mijn kip kwijt. Ja, goed bedenken dat het begrip Übermensch is. De vraag is, wie
is de Übermensch. Blonde sletjes met aanbeien. Negroïde sletjes met aanbeien. Spleetogen. Of bonenvreters. Of toch maar gewoon pygmeeën. Van die hele kleine bosmensjes. Mensen van de magie. Ik ga stoppen, want mijn tabak is bijna op. En ik heb nog een liter bier. Ook nog een hele zondag voor de boeg. Dus. Ik denk nog even wat gaan uitgeven. Spenderen. En mijn woede bedwingen. En doen tegen andere mensen alsof er niks aan de hand is. Kijken of dat werkt. Ik heb het al zo vaak geprobeerd en iedereen raakte telkens opnieuw in paniek. En ik denk dan, ja, ik wil alleen maar zeggen, er is niks aan de hand. Er is echt niks aan de hand. Marianne Vaatstra is vermoord door de elite. Het is huis, herderstaf. Marianne Vaatstra is vermoord door huis, herderstaf. Dat is alles. En dat is niks nieuws. Dat doen ze de hele tijd. En gelukkig gaan wij ons druk maken over CO2. Ja, natuurlijk, ja. Een klimaatneutraal verdrag. Ze hebben Marianne Vaatstra gekeerd. Misschien hadden ze dat beter niet kunnen doen. Ik kan ook nog een kanaal beginnen met IM. Marianne Vaatstra. Misschien moet ik dat doen, maar dat kan ik niet maken. Niet nu. We kunnen wel afspreken dat ik altijd bij iedere uitzending even stilsta. Met dat je gaat luisteren naar nina2020.perry7.nl. Niet schrikken van dat Hebreeuws. Hey. Een danser. Met je ballen. En je lange lul. En die vrouwen die moeten maar dansen met hun schaamlippen. En hun klit. En die mannen die dansen met hun ballen. En hun lange lul. En dan kan je zeggen, ja maar Perry, dat kan je niet maken. Dat is veel te vermoeiend voor die vrouwen. Laat die vrouwen nou maar op de bank zitten. En dan denk ik, ja waarom? Ja, ik heb gedanst met vrouwen. Het kan best. Ik dans liever met mannen, maar... Met vrouwen, het is wel vermoeiend. Maar... er valt mee te dansen. Als ze maar niet omvallen. Doem, tap, doem, tap, doem, tap, doem, tap, tadum, tap, doem, tap, tap.
Dat is een zigtakje hier. Komt uit Griekenland. Dat is de blues van de slaven van Griekenland. Iedereen zegt van, Griekenland is de bakermat van de democratie. Nee, het is de bakermat van de slavernij. De keurig georganiseerde slavernij. Met voorschriften. Want, je mag wel slaven. En een slaaf krijgt... Dus als je slaaf wilde zijn, ja, dan moest je naar Athene. Dan kon je in dienst trainen. Onder voorwaarden. Je moest wel je bek houden, maar... En laat die rijke lui maar stemmen. Nou, dat hebben wij ook overleefd. Dus wat zeuren we nou? Ja, de wereld kan beter. Godzame kaken. Nee, mensen. De wereld is goed. Goed genoeg voor iemand zoals ik. Nou. En dan kun jij zeggen, ja, maar Perry, jij bent landbouwkundig ingenieur. En tegenwoordig ben jij Masters of Science of zo. Ik heb een Masters. Ik heb veel meer dan dat. Maar ik heb diploma's. Maar dat maakt er helemaal niet uit. Dat zei ik ook tegen Erik. Erik, die zei van, ja, ik had misschien beter naar school kunnen gaan, want dat ik nog wat meer kunnen verdienen. Ik zei, jongen. Ja. Hij zat in Wageningen toen ik er ook zat. En... ik heb een ingenieursdiploma. En wij doen hetzelfde werk? Vraagteken. Hij verdient meer dan ik. Hij hangt voor 36 uur aan de lat. Dus dat ga ik niet doen. Dat is echt niet. Dat vertik ik. Zo leuk afgelopen vrijdag. Het schiet me even te binnen. Het brandalarm heb ik aangekregen. Wat een drama. Iedereen in paniek. Ja, ik ben er alleen als vrijwilliger. Ik heb het brandalarm aangekregen. Ik zag hem niet aankomen. Ik had die afzuiger aanstaan. Dus... Ik denk dat die afzuiger... Nou, die hele afzuiger wil ik eigenlijk helemaal niet meer zien. De keukendeur gaat open voortaan. En de ramen. Dus voordat we gaan koken, gaan eerst de ramen open en de deur... Maar dan krijg je dat probleem, die gozers die lopen ook naar buiten toe. Dan moet de deur weer dicht. Ja, touwstanden, zeggen ze in Groningen. Toestanden, zeggen wij hier in het Nederlands. Dit gaat over Marianne Vaatstra. Die vrouw is vermoord. Chopt. Ze had denk ik wel een lekker kontje.
Niet mijn type, hoor. Ik ben meer van die... ja, brunettes. Eigenlijk. Dat is heel gek. En dan negerinnen, die zijn mij te smart. Niet dat ik het niet aardig vind of zo. Maar ik krijg er niet echt een stijve paal van. Maar een brunette. Zo'n bleek huidje. En dat je die aderen, bij de onderarm, dat je die aderen ziet lopen. Auw, oh, die vind ik lekker. Ik heb het ook gedaan met een blondine, die had het ook zo mooi, met zo'n doorschijnende huid. Hè. En toen dacht ik van, ja, zie je wel, de haarkleur doet er ook eigenlijk niet toe. Het was een blondine, het was toch wel aardig. Maar liever een brunette. Ja, een astrofje. Dit gaat over Marianne Vaatstra. Die is seksueel vermoord. De haren dood. Je kan zeggen, zij is een Methusalem. Of was een Methusalem. Dood zal brengen. Dat snap je. Ja, een Methusalem is Hebreeuws. Dood zal brengen. Zo zal... met dan Usalem. Ja, look at it. Laten we hopen dat haar dood zal brengen. Dat we eindelijk voelen dat het best pijn doet. Als je met een balk van 2x4 inches van maplewood of zo op je kop krijgt. Van links, van rechts, van achteren, van voren of van boven. Of we stoppen hem in je reet. Sommige dingen zijn onacceptabel. Of je nou moralistisch bent of niet. Maar sommige dingen pik ik niet. Dus until my dying days, wordt er dan gezegd. Marianne Vaatstra is mijn Methusalem. Dat is mijn wens. Dat is mijn hartekreet. En ik kan ook nog gaan huilen. Nu. Maar waarom? Zullen wij 2 minuten stilte houden? Voor het heen gaan van Marianne Methusalem, hij wiens dood zal brengen, Marianne Methusalem Vaatstra. Naar de tijd tikt door. 2 minuten is best lang. Stampie. Kom tot rust. Ter afleiding. Dit is 2 minuten stilte. Dat...
Jiddu Krishnamurti, die zei, ja, er is geen beeld van God. Laat dat beeld van God los. Dat is waar. Daarin heeft Jiddu, had Jiddu Krishnamurti gelijk. Dat zeggen die Arabieren ook. La ilaha illallah. Er is geen God. God is. En wij zijn onfatsoenlijk als wij tegen Babylon mopperen over de CO2-voorwaarden. Ja, je kan het wel hebben over koolstofdioxide, maar dan moet je het wel over koolstofdioxide hebben op een intelligente manier. Ja, Marianne Vaatstra is vermoord. Seksueel vermoord. Smerig vermoord. Wham, bam, thank you, ma'am. Zo dichtte David de boogschutter. Maar eigenlijk is het een mis. Dat was ook een artiestennaam. David Bowie was van de club, hè? Zie je het in? Je moet Johan Kruiveren. Yo, Piri, wie is Johan Cruijff? Ja, als eerste, wat zijn zijn initialen? Dat was JC, dacht ik. Goed zo, bij de les blijven. En Johan Cruijff, JC. Yo, Piri, wat is JC? Nou, je hebt de Terminator. En dan heb je de protagonist. En die heet Jim Connor. Dat is ook JC. Ja, maar Piri, volgens mij heb je ons nog niet het hele verhaal verteld. Nee, natuurlijk niet. Ja, mijn naam is geheim. Ja. Dus, de esoterie van mijn naam, die is een repelsteeltje. Maar dat is alleen voor de ingewijden. Voor de rest weet niemand dat ik repelsteeltje heb. Echt waar niet. Nee, mijn naam is geheim. En dat is geen grapje. En dat mijn werk met die wasvrouw, die zit bij de club. En zij werkt eens in de twee weken, ook op vrijdag. En het enige wat ze dat doet, is tegen iedereen lopen aan te ouwe hoeren. Meer niet dan. En kanker dit, kanker dat, klacht zus, klacht zo, schiet eens op, loop eens door. En nu kook ik daar. En zij is er al een paar weken niet geweest. En de laatste keer dat ze er was, kom ik de B-vleugel op. En alleen maar even checken, ik kom alleen maar koken. Even tellen van hoeveel borden en dat soort dingen. En ja, wie is er ziek. En zij staat dan op 15 meter afstand. En ze kijkt mij recht in mijn ogen. En ik weet wanneer iemand mij recht in mijn ogen kijkt. En ze stond helemaal frozen. Bevroren. Dat kan ik ook zien.
Zij was zenuwachtig. Zij maakte zich zorgen over mijn klacht, die ik ingediend had. Want zo gaan we niet met mensen om. Je moet wel rekening houden met ons. Ja, natuurlijk, zij is een stomme kutsatanist. Live and let live, of zo. En zij werd helemaal gek van mij. Want ze zei van, ja, maar ik doe niks voor mezelf. Ik werk hier als vrijwilliger. Ik doe niks voor mezelf. Want zij wilde mij ontmoedigen. Hè? Ja, met die klachten, daar ga je niks mee bereiken, hoor. Daar ga je niks mee bereiken. Dat moet je wel weten, hoor. Daar ga je echt, jij bent ook een langzame schoonmaker. Nou, die heeft ze terug moeten nemen. Maar daar is geen getuigenis van. En ik heb gekeken op internet dat de full-blown, alles all-in package, hè? Dus €2.349. Maar dan kom je ook voor de rechter. Nou, ik heb een bankrekening van 5.000, van sparen. Ik heb iets van 6.000, nog iets. Ja. En ik zit te wachten, tat. Wanneer komt mijn BTWW? Ik zit nog te wachten op mijn WW. Dan gaan we even op zoek naar een Joodse advocaat. Een beetje betrouwbaar. Een soort, hoe weet ik weer? Better Call. Better Call Saul. Ja, Better Call Saul. Van Breaking Bad. Zo'n advocaat moet ik hebben. En dan smijt ik er €1.500 tegenaan. Ja, het is toch mijn geld niet, snap je? Ik kan je net zo goed daaraan besteden. De stichting ter herdenking van de stupiditeit van de Nederlanders die dachten dat het Marianne Vaatstra haar verdiende loon was om gekeeld te worden omdat ze een fiets gestolen had. Een smerige trut. En dan ook nog anale seks willen. Dus dit is een mooie afsluiting, vind ik. En ik moet tabak gaan halen. En ik ben pissig. En dan moet ik even stoom afblazen. Hey, tot Marianne Vaatstra 2022. Dag lievers.